In deze video ontmaskeren wij een leraar als pedofiel. De zaak ontploft in de media. Kerstin die werpt zich op als de online pitbull van de misdaadjournalistiek. Steeds van de meute van het YouTube-kanaal Vrije Vogels heeft een video geplaatst. Sven plaatst online een oproepje aan pedofielen. Stoor verbazing ontvangt Sven binnen een minuut een mail. Waarin hij het gesprek aangaat met een pedofiel. En de man krijgt een straf van de rechter. Hij moet een aantal jaar de gevangenis in. Ik bedoel, een vijfjarige, dan hebben we het over voelen. Een veertienjarige, waar praten we over? Daar zou je wel seks mee kunnen hebben. Ja. Godverdorie. Ieder kind zou dit kunnen. Was die minderjarig? Nou, je gaat er vandoor? Die kan je niet zo. Alles. Ongelooflijk. Hoi, leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe video hier op Vrije Vogels. En vandaag gaan we een zaak behandelen die nogal voor ophef zorgde in het verleden. Het is een zaak over een leraar die kinderen zou misbruiken uit de klas. Althans, dat vertelde hij ons. Wij deden melding bij de politie en nu is die zaak ten einde. En hij krijgt een straf. Maar hoe is die zaak verlopen? Hoe is dat toen allemaal gegaan? En wat is de uitkomst van die zaak nu? Nou, ik kan je vertellen, de uitkomst is goed. In deze video komen schokkende feiten naar voren over wat deze leraar zou doen met kinderen. Het is een ontluisterend verhaal en vandaag gaan we dat in detail bespreken en behandelen. Ik zou zeggen, camera aan en actie. Hoe staat het met een zaak die we eerder behandelden? Het leek mij interessant om een persoon te interviewen die een voorkeur heeft voor kinderen. Want hoe ga je met die voorkeur om? Is dat lastig? Worstel je daar dan mee en weten de mensen om je heen van die voorkeur? Hoe is zo'n leven eigenlijk? Een interessant gesprek met iemand die op kinderen valt, leek me journalistiek een goed maatschappelijk verhaal. En dus plaatste ik een oproep op internet met de vraag of iemand die voorkeur heeft en anoniem daarover wilt vertellen. Binnen no time meldde een man zich en wilde telefonisch wel vertellen hoe het is om te leven met een voorkeur voor kinderen. Ik dacht dat het om iemand zou gaan die niet daadwerkelijk ook die fantasie tot uiting zou brengen. Maar al gauw begon de man bekentenissen te doen over het misbruiken van kinderen. Hij gaf zelfs toe op een school te werken en ook daar kinderen te misbruiken. Ik bood de man na de opnames aan om het interview te verwijderen en niks te doen met het opgenomen gesprek. Als de man zich zou melden bij hulpinstanties, maar dat weigerde de man. Ik vroeg de man of hij in de toekomst nog kinderen zou misbruiken. Maar de man kon niet beloven dat nooit meer te doen. En dus belde ik mijn contactpersoon bij de politie. De politie schrok van het verhaal en enkele weken later werd ik gebeld of ik direct naar het politiebureau kon komen. Om het interview af te staan en een verklaring af te leggen. Omdat ik het onderzoek niet in de weg wilde zitten, wachtte ik met het publiceren van het interview en legde ik inderdaad een verklaring af. Het interview kwam pas maanden later online op het kanaal. Op ons kanaal verscheen een ongeknipt gesprek van bijna een uur met de pedofiele leraar. Toen dat gesprek van mij met de pedofiele leraar online verscheen, ontplofte dat in de media. Ja, Sven die werpt zich op als de online pitbull van de misdaadjournalistiek. Sven van der Meulen van het YouTube-kanaal Vrije Vogels heeft een video geplaatst. Sven plaatst online een oproepje aan pedofielen. Waarin hij het gesprek aangaat met een pedofiel. Voor die tijd had ik nauw contact met politie over deze zaak en seinde ik ze in over dit bizarre verhaal. Op basis van het interview deed de politie een inval in de woning van de man en de man werd op non-actief gesteld op zijn werk. 1 jaar later moest de man voor de rechter komen en dat was vorige week. De rechter oordeelde over zijn straf. Maar waar werd de man eigenlijk van verdacht en wat werd er nou eigenlijk gevonden bij die huiszoeking? De man bleek in het bezit van kinderporno op zijn telefoon en computer. Dit had hij zelf in bezit, maar dit verspreidde hij ook nog eens. Daarnaast heeft de leraar een minderjarige jongen misbruikt. Hij heeft de minderjarige pornografisch beeldmateriaal gestuurd en heeft zich uitgekleed en de minderjarige betast op zijn geslachtsdeel. En pleegde de man ontuchtige handelingen. De minderjarige jongen was toen nog maar 14 jaar. Daarnaast heeft de man van zichzelf opnames gemaakt waarin hij naakt poseert voor een 14-jarig kind. Zo vertelt hij op de videoopname van het kind te houden. Zo zegt hij, schatje, ik hou van jou. Terwijl hij dit zegt, is hij naakt. Dit soort zaken zijn uiterst schadelijk voor kinderen, maar de man leek dat niks uit te maken. Later in het dossier blijkt dat de man
er een gewoonte van had gemaakt om grote hoeveelheden kinderporno te hebben. Maar ook in contact zijn met minderjarige jongens was iets wat hij vaak deed. De man had veel gesprekken met minderjarige jongens die hij ertoe bewoog seksuele handelingen te verrichten. De man maakte daar dan opnames van die hij ook daarna verspreidde. En dat is niet alleen traumatisch, maar ook vreselijk voor die kinderen. Dat betekent namelijk dat er hele kwetsbare, pijnlijke beelden rondgaan op het internet van die kinderen. De man was maar met één ding bezig en dat was lust. Zelfs na de inval die de politie deed, toen wij de politie inzeinden over de meneer, ging de man door met zijn daden. En dat is zelfs een beetje dom. Zo heeft de man na de inval van de politie nog een 12-jarige overgehaald om seksuele foto's te maken en te versturen. De man was continu in contact met kinderen en heeft daar misbruik van gemaakt. De man woont inmiddels bij zijn moeder, omdat de man bang is om mensen tegen te komen als hij in zijn eigen huis zou verblijven. Ik vermoed dat de man in zijn eigen stad of dorp inmiddels een bekende Nederlander is geworden en niet meer over straat kan. En dat bedoel ik niet positief. Maar echt medelijden met de man heb ik dan weer niet. Hij heeft het lerarenvak besmeurd en beschaamd. En mensen voor het hele leven beschadigd. Met maar één doel, zijn eigen plezier. De man moest na lang onderzoek van de politie voor de rechter komen. En de rechter deed uitspraak vorige week. En die was als volgt. De man wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden. En ook moet de man onder toezicht van de reclassering voor 5 jaar lang. Tijdens die 5 jaar lang moet de man zich laten behandelen en mag daarin geen hulp weigeren. Hij mag niet zonder toezicht van professionals in contact komen met kinderen en moet contact met kinderen verplicht vermijden. Daarnaast zal er een controle zijn op zijn telefoons en computers. Ook dit mag de man niet weigeren. Daarnaast moet de man aan een minderjarig slachtoffer in dit verhaal een financiële schadevergoeding van €1500 betalen. En daarnaast worden de in beslag genomen laptops en telefoons niet teruggegeven aan de man. Die blijven van politie. Ja, deze ruimte ken je natuurlijk van onze reportages waar je nu naar kijkt. Maar vanaf deze week een eigen podcast op Spotify. Superleuk. Criminaliteit met een lange ei. Want in onze podcast wordt het tijd om te praten over maatschappelijke onderwerpen, crime en misdaad en het nieuws van de week. Wil jij dat nou volgen? Dat zou ik heel tof vinden. En dus moet je even naar Spotify, naar onze podcast Criminaliteit. Een link staat in de beschrijving. En ik heb een leuke actie. Iedereen die de eerste aflevering luistert en 5 sterren geeft aan de podcast in je Spotify app en op volgen drukt, die ga ik terugvolgen op Instagram. Superleuk om deze podcast een leuke boost te geven. Wat moet je dus doen? 2 dingen. Druk op volgen in Spotify op de podcast. Linkje staat in de beschrijving. En luister de aflevering en geef hem 5 sterren. Stuur een screenshot dat je dat gedaan hebt naar mijn Instagram en ik ga jou terugvolgen op Insta. Zo zie ik ook wat jij als kijker doet in het leven. Superleuk, toch? Dus ik zou zeggen, leuk nieuws. Vanaf deze week een wekelijkse crime podcast op Spotify. Nog meer vrije vogels. En dan gaan we nu weer door met de video. Dit was het verhaal over een leraar die bij ons zijn verhaal wilde doen. En dat had een uitkomst die hij zelf ook niet had voorzien. Hij gaat de cel in. En dat is misschien wel een hele mooie uitkomst. Althans, dat vind ik. Ik hoop dat jullie dat ook vinden. En ik hoop dat je deze reportages tof vindt en interessant. Als je dat vindt, dan zou ik je willen vragen om te abonneren op mijn YouTube kanaal. We gaan naar die 70.000 abonnees en daar ben ik jullie allemaal super dankbaar voor. Doe ook even een duimpje omhoog en laat hieronder weten wat je hiervan vindt. En we hebben tips nodig, want met jullie tips maken we dit soort reportages mogelijk. Tip ons via redactie@vrijevogelsmedia.nl en wellicht gaat de volgende reportage over jouw tip. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken en tot de volgende reportage. Doei!